Ja, we zien bij Tessa ook terug. Het gaat over van alles. Over windmolens, over de energietransitie. Het gaat over stikstof. Het gaat over migratie. En Wouter de Winter, politiek commentator van de Telegraaf, die schrijft vandaag in de krant dat kopstukken dreigen met het klappen van de coalitie. Ja, ik heb het gelezen, ja. Ja. En wat denkt u als u dat zo hoort? Dat, nou ja, kopstukken, ik weet niet wie het zijn natuurlijk, want het is allemaal vrij anoniem. Maar ja, je kunt natuurlijk als je, want het gaat dan over de VVD. Mm-hmm. Nou ja, je kunt, je ziet wel dat hier al een paar jaar D66-beleid natuurlijk wordt uitgevoerd met een vleugje VVD. En ja, er zijn in onze partij natuurlijk wel mensen die zeggen, goh, kan dat nou niet een tandje anders? Ja, u bent ook daar ook wel kritisch op natuurlijk. Nou, dat valt nog mee. Ik ben net openbaarlijk nooit zo kritisch. Ik uit het een beetje intern. Ja, maar bent u zo'n VVD'er die zegt, nou, als er bijvoorbeeld niks aan die asielinstroom wordt gedaan, ja, dan moeten we misschien maar de stekker eruit trekken uit dit kabinet? Nou ja, daar moet je altijd goed over nadenken, want zo'n kabinet doet ook andere dingen. Voordat je weer een nieuw kabinet hebt, ben je ook weer een hele tijd verder. Maar ik zal er niet hele grote traan om laten als dit kabinet gaat vallen de komende 2 jaar. Nee, dat klopt. Ik word daar niet heel verdrietig van. Maar het heeft natuurlijk ook consequenties, juist op andere gebieden. En toch zeg maar, is dat dan die asielinstroom waarvan u zegt... Nou, het is niet eens de asielinstroom, maar ik vind ook, we moeten ook wel kijken naar de belangen van ondernemers. En die is in de Tweede Kamer wel heel erg modig geworden om in te hakken op ondernemers. Heel veel ondernemers die hebben het gevoel dat ze eigenlijk helemaal geen steun meer hebben. Bij geen enkele partij in de Tweede Kamer. Dus ik denk dat je ook wel naar het bedrijfsleven moet kijken. En dan weet ik tegelijkertijd dat het grote bedrijfsleven ook fouten maakt. Hè. Dat is allemaal waar, dat doen ze ook. Maar ze zorgen wel voor veel werkgelegenheid. En mij baart het wel zorgen dat een aantal grote bedrijven dit land inmiddels hebben verlaten. Doen ze niet, omdat het hier allemaal zo geweldig is. Ik zal niet teleurgesteld zijn als ze de rit niet afmaken. Zeg, zou het ook verstandig zijn? Ja, sommige dingen zijn verstandig als je ermee stopt. Als je namelijk niks doet, en dit kabinet op een aantal onderdelen staat het alleen maar stil en gaat het niet vooruit. Ja, dan kan je beter weggaan en een ander het stokje geven. Maar een aantal dingen doen ze ook wel goed. En nou ja, misschien moeten ze daarmee bezig blijven. Maar ze moeten er niet zitten omdat ze zo lekker zitten. Dat vind ik niet. Wat kost de rit uitzitten? Nou, ik zit er eerlijk gezegd gewoon voor de idealen van de ChristenUnie. En voor mij is het dus echt belangrijk, juist in deze tijd waar we zien dat boodschappen duurder worden. Dat de energierekening voor mensen best spannend is. Wat valt er op mijn mat? Nee, dat begrijp ik. Maar we weten ook allemaal van de spanningen die er natuurlijk ook zijn binnen de coalitie. Juist over zoiets als migratie. Ik vind het dus belangrijk dat we aan de slag zijn. Dat een gewoon gezin zijn rekening kan betalen. En dat zijn de dingen waarvoor ik me inzet. En of dat dan in het kabinet is, van harte sta ik daar nu achter. Maar altijd begint het voor mij bij mijn eigen idealen. En kan ik daarin de stappen zetten. En dat is nu in het kabinet. En in deze woelige tijd is het ook belangrijk dat we dan niet stuurloos zijn zonder kabinet. Maar vooral dat we aanpakken waar de problemen zijn. En voor mij is dat bijvoorbeeld dat een gezin zijn boodschappen kan doen.